ga voetvolley tegen Roy, kijk deze auto. En ik heb een, en wat ik heb straks, beginnen. Dan zie je straks in de volle, Roy gaat al beginnen, maar niet uit, hij kan toch niks. Bos! Ah, kom op, wat is dit? Komt ie aan, hè? Oh, een hakje, gelijk in de oog. Wat Hens, hè? Dat is Hens. Ik wil even naar zijn ijs krijgen. Ik ook. Zo Jamie, pauze, voetvolley. Ijsje. Ja, op mijn kanaal zie je de uitslag niet. Roy gaat wel iets beter. Kan ik teasen vast. Roy gaat iets beter. Van Julia en de mango, want de match lag wel. Wendy is cameraatje. Met een bal. In de macro. In piano. En Jamie? Yep. Dat ik jou altijd volg. Je vraagt hem in de online. Ja. Maar volg je King Alert of volg je King Seven? Alleen King Alert. Ja? Ja. Ik kan het op de King's Jeff Jeff. Je hebt het beter. Een collega heeft ook toen, ik kent alleen maar kinderen, maar jij begint gewoon op de King's Jeff Jeff. Dit komt ook op de King's Jeff. Oh, nou, helemaal goed. Ik ben nou in beeld, hè? Nee hoor, ik voel het niet. Ik heb gewoon zelfs een fiets, ik ken zelfs fiets. Ja, heel vroeg. Met het vroegere Nederlandse YouTuber. Die meneer kijkt ook fiets. Nee, maar opname King 77L, Fissionator en de Black Ops dagen, MW3 en al die dingen. Dus, ja, Nio neemt even over voor me. Nio naar Roy toe schieten, ja? Via de vriezer, Mick, ja? Goed zo. Roy is echt een cheater. Hij heeft ook een Utrecht shirt aan, dat weet ik al genoeg. Omdat ik uit Amsterdam kom? Omdat ik uit Amsterdam kom, hè? Ja, je neemt ze mee, maar je hebt ze ook echt helemaal niks aan, hè? Jamie, maar niet zeggen dat ik net gewonnen heb, maar jij laat zien hoe het moet, hè? In die kap. Ja, dat was echt... Wacht even. Ja, Nio nu. Ja, bijna. Roy rijdt nou in de Porsche en dan gaan we even afzetten en dan heb ik de Porsche voor 3 dagen hebben we gewoon deze Porsche op beschikking. Carrera S, fucking vette neer. En ik zit in een Mini Cooper van 52.000 euro, een Mini Cooper met 320 pk. Daar gaan we nu eerst bij rijden. Oké, drive. En het is een automaat, is even wennen. Ja, het is dus de Mini Cooper, de S, de Sport Edition, volledig getuned, 328 pk, zo vertelde Roy mij. We rijden nu naar Bunnik om even de auto's te wisselen. Ik rijd dus straks filmen met Jamie met die dikke Porsche Carrera S, rijden straks naar huis. En die heb ik een paar dagen mee naar huis. En ja, dit is ook een all-in auto. Kijk wat je allemaal hebt, je hebt hier ook airco op, het is alles erop en eraan. Ook een automaat zoals je hier ziet. Automaat en het rijdt echt fantastisch. En het is, we hebben het met Jamie erover. Tot Jamie, dit is ook super vet om te hebben, toch? Ja. Deze auto is bijna nieuw en er staat 21.000 kilometer teller en hij kost 52.000 euro. Dus dat is ook niet even iets dat ik zeg, dat gaan we even kopen, Jamie. Nee, dat doe ik nog even. Maar super chill, kijk. En hij pakt. Wow. Woehoe! Zo. Nou, het is alleen gaan ze. We rijden niet hard, hè, maar het klinkt wel vet. Ja, we zijn dus in Bunnik nu, we gaan de auto ruilen. Ik heb dus een Porsche Carrera S mee. We reden net in een Mini Cooper. En maar dit is echt een hele vette bak. Kijk, 17 inch velgjes er ook eronder. Dit is dus allemaal voor de mensen die weten, Paul, kom je aan al die auto's? En je ziet allemaal sponsoren, onder andere mijn dealer, BMW. Het gaat voor de Kids Rally op 9 september, is de Kids Rally. Roy heeft dat dus allemaal gefixt voor me. Roy van Kreeft. Ik heb dit al een stuk gereden, dus met die, kijk, die velgen alleen al gewoon. Dat is toch niet normaal meer, gewoon 20 inch. Anthracite grijs, nou mooi kan niet. Nieuwwaarde voor de mensen. Hij kost nieuw, 162.000 euro. Hij is 2 jaar oud. Kijk Jamie, we hebben het dakje even open gedaan. En ik zit heel krap. En hier zit achterin, maar het is niet echt geschikt ervoor. En let's go. Zo! Oehoe, de uitlaat staat aan. Je hebt verschillende standen, dat je de uitlaat zeg maar aan, echt op sport kan hebben en normaal. Maar dat laat ik allemaal nog zien. Wat we rijden nu naar het huis van Roy en daarna gaan we naar huis met de Porsche. En hebben we 3 dagen deze Porsche in huis. Super dik. Denk ik ga voor het eerst in de Porsche rijden. Gewoon mijn haar los of te rijden? Staat het een beetje of zo? Staat wel toch? Pas op bij! Kids Rally is op 9 september. Daar rijd ik ook mee. Dan heb ik een Ferrari en dan is Jamie mijn navigator. Dat is dus de Kids Rally. Dat is op 9 september. En dankzij die organisatie heb ik de auto mee. En al die sponsoren die op de zijkant zitten. Trouwens, onder ook BMW Ecris, waar we ook bekend zijn. En nu gaat Wendy voor het eerst rijden in deze hele vette Porsche. Die we dus voor 3 dagen in huis hebben. Snap je het een beetje? Nou, ik weet het niet hoor. Het is lekker een speelgoedauto. We hebben net gereden. Wendy zat even. Nou, het gaat echt heel hard. Ja, het gaat.
Ja. Niet Enzo Knol staan waar het veld gaat rijden, maar ik bedoel het optrekken deed ik even. Ja, niet normaal. Het is echt niet normaal. Het is een monster van een auto, voor de mensen die het wel weten. Wat voor auto is het? Hè? Maar het is ook een, wat dan? Een Porsche 911 S. Nee, Carrera S. Oh, sorry. Maar het is een, rijpt, een automaat, hè? Een automaat, ja. En Wendy heeft dat nooit in een automaat gereden. Nee. Ik, heel vroeger eet ik ooit een keer, heel lang geleden. Maar voor de rest ook nog nooit. En ja, Wendy echt nog nooit. En dan is ze meteen in zo'n eentje. Ja. Nou, kijk. Nou, ik vind eigenlijk wel dat jij deze met je YouTube money voor mij kan kopen. Dat denk ik ook, hoor. Denk ik eigenlijk. Nou, ik zal het laten zien. Dat is dus gewoon, zeg maar, de nieuwe. Normaal heb je je versnellingspook. Nu heb je die niet nodig. Nee, kijk, je hebt nu natuurlijk geen koppelingen, hè? Nee, ik heb geen koppeling. Linkerbeen laten rusten. Ja, rechterbeen ja. Is gewoon rechts. Is gewoon de rem nu. En rechts, daarnaast zit gas. Dit is gewoon je radio zit en zo. Nee, hij staat nu dus in de stand. Helemaal naar bovenaan. Dat is de P. Die moet je aan. Je ziet het indruk, kan je veranderen. P is gewoon parkeerstand. Dan heb je daarna de R, waar staat het voor staan, denk je? Rijden? Nee, reverse. Oh, ja. Achteruit. Neutrale stand en de drive. Daar moet naar D. We kunnen wat is ook neutraal dan? Met de flippers zelf schakelen. Dan zit ook flippertjes op. Hé, flippertje, lijkt wel een dolfijntje. Paul, nee, wat is neutraal dan? En van neutraal is eigenlijk in zijn vrij. Snap je, Ben? Het is eigenlijk gewoon in zijn vrij. Is dat. En de drive is dat je rijdt. In zijn vrij. Parkeerstand is gewoon dat je ook in parkeerstand de handrem erop, et cetera. Dat je allemaal beveiligd bent, dat je uit kan stappen en het al weg kan rijden. Ik trap nu de rem in. Nee, dan. En dan gaat hij naar. Ja, je moet indrukken. Eerst indrukken. Ja? De rem heb ik ingedrukt. Ja, en dan moet je hem in drive zetten. Ja. Als je nu de rem loslaat. Kan staat normaal. Er nu in rijden? Nee, dat is reverse. D is drive. Oh ja. Jezus, mijn vrouw in de Porsche. Is echt helemaal niks, hoor, van mij. Zet hem maar gewoon in D. Heb je gedaan? Nee. Rijden! Nou ja, nee, nu weet je het wel. Drive! Kijk, en dan zie je ook, heb je heel mooi in, heb je zo'n filmpje, een tutorial. Nee, dan kun je zien of het veilig is. Als de rem nu loslaat, camera in, ja? Dan gaat hij dus. Ja, doe maar eens, laat ze heel zacht de rem los. Oh ja. Zie je? Woehoe. Maar dan ga je al rollen. Maar als je dus gas geeft. Dan gebeurt er dus dit. Dan geef eens wat gas. Durf je? Oh wacht, mijn bril! Ja, geef eens gas. En dat is een kutbocht, hoe is gewoon. Komt. Je weet dat ik ben geen stoere chick achter het stuur. Nou, wat een Porsche rijd nou, hé. Nu doe, go. Oeh. Ja, maar er is ook deze, kijk. Ik val. Oh. Kijk, je hebt verschillende standjes, ben je hier ook? Ja, ik heb ook verschillende standjes, maar ja, dat gaat niet zo hard. Dat was het nuffies je favoriet. Ja. Nee, maar kijk, daar is het nu op neutraal, op nul. Je hebt ook nog een hogere stand, dan heb je nog sport. Ja, dat zal best. En ik heb voor jou expres gewoon in de lage stand staan. Het gaat mij al heel hard, hoor. Zit je wel lekker zo? Ja, hoor. Kun je niet gewoon deze stoel in mijn Pixel leggen, Paul? Dat kan ook. Ja. En dan wil je gewoon weer naar D toe. Ja. Recht is ook op de rest aan. Ga maar, want we hebben een poosje. Ga jij maar een poosje! Ga jij maar een poosje! Ga jij! Is zo groot waar je om het kwam! Oh, wat verschrikkelijk, wow. We gaan even wisselen, die gaat verder. Die gaat even rijden. Vette fotoshoot, hè? Mm-hmm. Wat is vet is gewoon deze auto, is gewoon ook dit. Jezus. Wil je hem kopen? Ja. Zullen we het doen van de donaties? Oh ja, als ik gewoon ga streamen van de week? Ja. En ik ga gewoon zeggen, vraag wel toestemming aan je ouders. Road to Porsche. En een road to Porsche en gewoon 500 euro per stream. Ja, en dan nou, van kinderen komt. Kan me toch een reet schelen? Ja, dat kan me best. Kan me echt niks schelen, hoor. Dat kan best, toch? Anders doen we ook nog eens dat je dan nog gaat webcammen nog. Dan krijgen we nog meer.
Ja, dan kunnen we twee Porsches kopen. Joh. Beaver shots, alles. Ja, denk het wel. We willen heel stoer nog eventjes gewoon stoer doen in de stad als partieners die net dat is auto mee hebben. Maar we waren vergeten, het is nu 6:30, 5 uur zijn de winkels dicht. Maar we gaan kijken of we even stoer kunnen doen bij het Zeemeerpad. Het grootste Zeemeerpad, zeg maar, waar het drukste is, de kern van Almere stadcentrum. We gaan kijken. Al zal er geen kip meer zijn, hoor. Normaal is het wel druk hier, weet je. Het is rood, hoor. Ja, die zich gaat, hey King Allure! Zij kennen ons in een Porsche. Er liepen daar twee gasties van die stoere stoere gasten. Hey King Allure! Ja, dan moet je misschien dan niet als zeg maar, het centrum dicht is gaan, maar er waren twee gasties aan het rijden, twee jonge gasten. Hey King Allure! Ja, die hadden ons herkend. Ondanks de Porsche, want normaal hebben we geen deze Porsche. Normaal hebben we een BMW. Ja, ik mag dus 3 dagen in deze Porsche rijden. Ik ga er ook 3 dagen rijden. Dit is gewoon eventjes, was even een korte vlog, gewoon even beelden van de auto. De beelden meer in depth, zeg maar. De specs en et cetera van de Porsche Carrera S. Wat gewoon zo episch is dat ik die nu mee heb. Maar ik vind het ook heel mooi trouwens in het rood. Dat gaat komen in My Dream Car aflevering 3. Aflevering 2 is nooit online, dat weet ik. Dat is met Chromotech een hele leuke aflevering. Ook met bij de BMW dealer. Die zou ik eigenlijk online gooien afgelopen vrijdag. Maar ik heb het heel druk gehad met het tekenen van mijn contract met, voor het DJ gebeuren. King Lutz is heel druk geweest. Het is met dit soort dingen heel druk geweest. We zijn vandaag de hele dag bezig met deze auto ophalen, et cetera. Dus die komt zondag of maandag online. Nou komt Jamie gewoon echt mijn store. Het is er, zeg het maar. Als een Fortnite. Dit is echt niet ingestudeerd. Jamie vraagt al de hele dag. Wat vraagt de hele dag? Samen Fortnite. Nou, dat is straks eventjes. Doe wel even. Ik ben er slecht in, maar toch wil je met me spelen. Dit is gewoon inderdaad. Ik kan gewoon een flinke. Als het een hokje, wat je nog wat. Nou, ik ga nu verder editen.